Hey, ik ben Jumier. Dit is de Uithoflijn, de nieuwste tramlijn van Utrecht. De Uithoflijn loopt van halte Utrecht Centraal Centrumzijde tot Science Park. Deze tramlijn werd aangelegd om de drukte in de bus op te vangen. Sinds juli 2022 is er een rechtstreekse verbinding naar Nieuwegein en IJsselstein. Toen deze tramlijn geopend werd, kwam tevens de nieuwe tram in dienst, het Urbos 100. Dit materieel heeft de oude sneltram uit 1983 vervangen. Bij de aanschaf van de Urbos 100 zijn er trams met 5 en 7 bakken aangeschaft. In dienst rijden ze voornamelijk gekoppeld en zo ontstaat er heel veel capaciteit. Tevens is de frequentie ook heel hoog. Zo worden er extra ritten ingezet naar de Uithof en rijdt er elke 5 minuten een lange tram. In Utrecht wordt gekeken naar de aanleg van nieuwe tramlijnen. En een metro wordt niet uitgesloten. Vanaf Science Park is het mogelijk de tram door te trekken richting Zeist en Amersfoort. Voorlopig wordt dat niet gerealiseerd omdat het nog onzeker is. Halte WKZ Maxima. Halte UMC Utrecht. In de Utrechtse tram check je in op het perron en niet in de tram. Dit kan ideaal zijn voor de doorstroming als er veel reizigers in en uitstappen. Omdat de tramlijn van Utrecht ingericht is als sneltram, is het mogelijk hier met gekoppelde trams te rijden. Daarmee zijn deze trams de langste ter wereld. In andere landen zie je trams die langer zijn die door een centrum rijden. Dit is het interieur van de nieuwe tram. Een mooi, overzichtelijk, modern interieur met heel veel capaciteit. Halte Utrecht Centraal, Centrumzijde. Deze tramhalte heeft 4 sporen. 2 kopsporen en 2 sporen die doorlopen naar het Jaarbeursplein en richting de Uithof. Lijn 22 rijdt extra ritten omdat het te druk is op dit traject. Tot april 2013 reed de tram onder de treinsporen door naar de andere zijde van het Centraal Station. Toen werd de nieuwe halte Jaarbeursplein aangelegd en werd dat tijdelijk het eindpunt tot de sporen doorgetrokken zouden worden op de oude route. Hiervoor is nog wel een nieuw viaduct aangelegd dat leidt naar het nieuwe tramstation Centrumzijde. Volgende halte, Utrecht Centraal Centrumzijde. Vergeet niet op het perron uit te checken met uw OV-chipkaart. Boven halte Science Park kun je je auto parkeren. Ideaal om vervolgens met het OV verder te reizen. Op het Centraal Station en halte Vaartsgerijn kun je overstappen op de trein. Dit zijn de andere haltes van de Uithoflijn. Stadion Galgenwacht, Paduana, Heidelberglaan.
Wat vind jij van de Out of Line en wat voor video's wil jij nog meer zien? Laat het weten in de reacties. Like, deel, reageer, abonneer en volg mij op social media. Dag!